is donderdag. Wat is het vandaag? De derde, geloof ik. 3 december, bijna Sinterklaas. Helaas, in Canada komt hij niet. Ja, het schijnt eigenlijk wel, maar dat houdt me niet zo mee bezig. Het is echt herfstweer hier. Nu van, ja, vanochtend valt het wel mee, maar het is gisteren echt gruwelijk regen. En koud en wind. Echt herfstweer. Echt op z'n Holland, zeg maar. Maar ik geloof dat we morgen of overmorgen gaat het vriezen. En ik heb nog geen winterbanden, dus ik knijp hem een beetje. Ik hoopte eigenlijk dat ik voor mijn trip in Nederland geen sneeuw zou krijgen. Maar dat is natuurlijk wel een beetje dom, want in november hebben we geen sneeuw gehad. En dat is zeer, zeer, zeer ongebruikelijk. Dus de verwachting is dat er ook een paar dagen december natuurlijk wel sneeuw zal vallen. Op mijn werk wel iets leuks. Of leuks, ik bedoel, dat gebeurt natuurlijk wel vaker, maar ik geloof niet dat ik er ooit over gesproken heb. Is dat ik morgen ga ik met een klant op pad en dat is een investeerder. Die koopt dus een huis om vervolgens te verhuren. En dat is een hele andere aanpak dan voor mij dan met een klant die koopt om in te wonen. Omdat een investeerder klant die is alleen maar bezig met cijfers. Dus die maakt het niet uit. De emotie bij het kopen zit er niet bij. Dus de aanpak voor mij is anders. Kijk, als ik een klant heb die koopt voor wonen, dan is het belangrijk voor die klant om heel veel informatie van mij te krijgen over hoe dat proces gaat zijn en hoe dat gaat lopen. Dat ze precies weten waar ze aan beginnen en nou ja, et cetera. En dan let je ook heel veel op de specifieke dingen die ze in hun huis willen hebben. Denk je aan wat zijn hun hobby's, hoe ver van hun werk willen ze gaan met de auto. Wat vinden ze belangrijk in hun buurt. Nou ja, allemaal van dat soort dingen om ervoor te zorgen dat mensen het juiste huis kopen waar ze zich thuis in gaan voelen. En in de juiste buurt waar ja, dus ook waar ze zich thuis voelen, waar ze zich lekker in voelen. Met een investeerder is het eigenlijk alleen maar, nou goed, in welke buurt wil je je huis kopen? En waar is een goede potentie? Waar kun je makkelijk huurders vinden? Waar woon je zelf? Hoe ver wil je? Je zou af en toe heen en weer moeten gaan naar het huis als er iets niet goed is. Hoe ver wil je reizen? En dan houdt het wel op. Want uiteindelijk gaat het alleen maar om een goede return on investment. Dus dat is een iets andere aanpak en dat vind ik wel leuk, want afwisseling is goed. En het is alleen, je moet wel een knop omzetten. Je bent niet meer zoveel bezig met mensen dingen leren. Je bent bezig met kijken naar het potentieel qua inkomen voor mijn klant. En ja, dat is toch een heel andere benadering. Maar wel cool. Ik vind dat wel leuk. Verder niet zo heel veel spannends. Het is natuurlijk morgen de loting voor het WK. En ik ga dat proberen te zien. Ik heb begrepen dat het op de Canadese nationale zender live uitgezonden gaat worden. Daar ben ik enigszins verrast over. Aangezien het niet de meest grote sport is hier in het land. Maar ik ben zeer benieuwd. Nederland in pot 1, dat is natuurlijk erg cool. En ik ga dat proberen eventjes mee te pikken. Ja, er is hier iemand heel dom aan het doen. Mijn god. Jongen, jongen. Anyway. En dan in het weekend moet ik veel werken. Zaterdag hebben we een workshop.
doen we vrijwel bijna één keer in de week met het team. Ik geloof dat ik al eerder over gesproken heb, maar dan is er altijd één van de buyer agents, dus één van de personen zoals ik, moet daar dan bij zijn. En onze teamleiders die leiden dan die workshop. En dat is vooral gericht op mensen die voor het eerst een huis kopen. Die zitten in zo'n situatie dat ze echt geen idee hebben waar ze aan beginnen. En je kan verschrikkelijk veel informatie vinden, wel online en zo, maar dat is, dan kun je door de boom het bos niet meer zien, zeg maar. Dus wij bieden hun een workshop aan, waar ze dus in een klas zitten, min of meer. Met veel andere mensen, vaak hebben we al 20 tot 30 mensen in een klas zitten. En daarin leggen we gewoon het proces uit van het moment waar ze nu zijn tot aan waar ze hun sleutels krijgen. Met het hele proces plus hypotheken, hoe dat allemaal werkt en inspecties en alles. En over het algemeen krijgen we daar hele positieve reacties op, omdat het zo uitgebreid is dat mensen, als ze daar naar buiten lopen, zich een stuk comfortabeler voelen over het hele proces. Nou ja, voor ons is het natuurlijk een kans om te laten zien hoeveel kennis wij hebben, hoe goed wij zijn, hoe wij dat willen delen zonder dat we daar iets voor terug verwachten. Wat aangeeft dat wij geen makelaars zijn die echt veel druk uitoefenen. En dat is heel goed voor ons ook. Want heel veel mensen zien toch wel in van, goh, die luisteren heel goed en daar wil ik eigenlijk wel mee werken. Dus, nou, voor mij is het dan, ik ben aan de beurt zaterdag. We hebben er niet zo vaak eentje op zaterdag, dus dat vind ik wel leuk. Het is eigenlijk mijn eerste op zaterdag, normaal gesproken zat het door de week. Dus ik ben wel benieuwd hoe de opkomst zal zijn en hoe het anders zal zijn dan een door de weekse workshop. Omdat je door de weekse zit s'avonds en dan komen mensen na hun werk. En die workshop duurt een uurtje of drie. Dus tegen het einde, wanneer ik ook nog een stukje uitleg over bepaalde dingen. Er zitten mensen me allemaal aan te kijken, zo van, ik zou eigenlijk al in mijn bedje moeten liggen. Dus dat is een beetje lastig. Dus ik denk dat het nu heel anders zou zijn, want we beginnen al om 9:30 's ochtends op zaterdag. Dus. Anyway, daarna moet ik naar nog een workshop die door een collega van me gegeven wordt. Maar die moet ik ook in januari moet ik die zelf doen. Dus ik wil even afkijken hoe mijn collega dat aanpakt. Zondag moet ik waarschijnlijk ook werken, dus het is, ik heb het redelijk druk voordat ik naar Nederland ga. Dat is ook wel goed, want dat betekent dat ik, als ik terug ben, het nieuwe jaar goed kan beginnen. Dus dat ziet er wat dat betreft ziet dat er wel goed uit. Anyways, dat was het weer. Ik ga lekker werken en ik hoop dat het niet zoveel meer regent. Ik ben benieuwd hoe het in Nederland is. Want ik wil natuurlijk wel vanaf de 15e daar goed weer hebben. Als iedereen er even voor kan zorgen, dan zou het fijn zijn. Dag.